veel mensen weten dat ik gek ben van harten. En het is ook iets wat me aan het hart ligt. En in mijn hart zit. Deze sculptuur heb ik met zoveel liefde gemaakt. Dat wil niet zeggen dat mijn andere sculpturen niet met liefde gemaakt worden. Maar een hart is toch altijd zo'n herkenbare vorm. En dan toch je eigen stijl eraan geven. In ieder geval raak je nooit uitgeput over het hart. Maar het mooie vind ik ook wat er laatst gebeurde. Was een vriendin van mij en haar man was overleden. En zij had een gedeelte van de as. En de rest was uitgestrooid. En ze wilde dat bewaren. En ze kwam een beetje met mij kletsen. En toen kwamen we ineens op het idee. Want zij wilde een hart. Zij dacht aan een hart. Om een hart te gebruiken. En ik had deze al staan. Want het zijn sculpturen. En er gebeurde iets heel moois. Want zij was overal wezen kijken. En overal waar ze kwam. Zei ze waren ze niet naar haar zin. Niet dat ze niet mooi waren. Maar het was niet het hart wat zij wilde. Het was een beetje zwaar, keramisch. Er zijn er heel veel van, ook nog eens. Dus ik liet haar het hart zien, nou, ze was gelijk verkocht. Dus ze zegt, dat is het, dat moet het worden. Uitgevonden hebben eigenlijk, dat mijn harten ook prachtig geschikt zijn als urn. En dat is natuurlijk een beetje een raar onderwerp, een urn, want daar praten we niet zo graag over. Maar wat is er nou mooier? Als we afscheid moeten nemen van iemand, om toch iemand dicht bij ons te hebben. En wat opvalt is dat als je een urn in de kamer zet, dan loopt iedereen er een beetje omheen, want het is toch nog iets engs. Dus daar heb ik een concept ontwikkeld. In ieder geval is het met zo'n hart een hele andere benadering. Want mensen komen binnen en zeggen, oh wat mooi, wat de glans en de vorm. En zo ben je nog een beetje onderdeel van het dagelijks leven. Dus ik ben met het concept verder gegaan. Dit is de basis. En hier vandaan werk ik. Het is mijn kunstvorm, dus het is een gewoon hart. Maar ik kan dus ook een hart maken. En het mooie daarvan is, het wordt eruit gezaagd. De as wordt erin gedaan. Dat wordt dan bewaard. Het dekselachtige stukje gaat er weer op. Dat wordt weer verlijmd. Dat kan nooit meer open. Het mooie daarvan is dat het dus in het hart blijft zitten. Want wat in het hart zit, dat is echte liefde. Als je dan in het hart zit, ben je ook nog heel erg aanwezig en aaibaar. Nou, en deze grote, die ik ook al had, is eigenlijk uitmuntend geschikt als urn voor 1 of 2 personen. En hier is het hart wat ik meer in een keivorm heb gemaakt. En daar kun je ook weer de openingen laten maken. Dan gaat het as erin. En dan wordt die afgesloten en dat is voor altijd. Want het kan niet kapot. Het is een gietsteen. Dus het is zo stevig, maar het kan niet kapot omdat er ook epoxy in verwerkt zit. Dus gemalen marmer met epoxy, ja dat gaat niet kapot. En dat is wel fijn, want je wil niet dat er iets mee gebeurt. En nu ben ik zover dat het eerste hart geleverd wordt. En ja, denk ik, wat kan er nou mooier zijn als ik voor mensen wat kan betekenen als iemand het as van een dierbare wil bewaren om het in zo'n mooie hartvorm te bewaren. En het mooie is ook weer, dit is in rood, maar het kan in blauw, het kan in paars, het kan in wit, het kan in beige. Elke kleur die je mooi vindt, kan je dierbare bewaard worden. Dus dat wou ik maar even gezegd hebben.